Hallo geocachers, Rogier hier. En vandaag zijn we in België, in de buurt van Kalmthout. En we gaan op zoek naar een paar bunkers van vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Het Mastenbos, waar we vandaag zijn, heeft een groot historisch militair verleden. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog, zo rond 1939, werd hier een grote anti-tankgracht gegraven. De anti-tankgracht loopt aan de noordkant van het bos en is gegraven als verdediging tegen Duitse tanks. Door het hele bos verspreid staan heel veel verschillende types van bunkers. Sommige bunkers zijn ingericht als winterverblijf voor vleermuizen. Laten we op zoek gaan naar deze bunkers. En niet alleen naar die bunkers, want bij veel bunkers liggen ook geocaches. Wow! Ah, hier kunnen we niet in, jongens. Dit is allemaal dichtgebouwd, zie je dat? Er zitten nog een paar gaten in. Best wel mooi. Wow. Dit is gewoon allemaal water. Hier moet ook de eerste geocache ergens liggen, jongens. Ooit was ik een boom, zegt de hint, jongens. Dus er kunnen takken zijn, maar het kan ook zo'n boomstronk zijn. Dit was ooit een boom, toch? Ja, dit was ooit een boom. Dus dan zou je zeggen. Ja, ik heb hem. Serieus? Ja, hier zo. Ja. Yo. Hey. Wauw, dit is toch wel echt super magisch, hoor. Al die bunkers zo bij elkaar. Kun je erin? Nee. Nee? Jammer. Kun je erin? Allemaal water. Allemaal water? Oplopen. Wat een grappig ding, joh. Dan zou de geocache hier ergens moeten liggen, mannen. Zou die in de bunker liggen? Nee, ik word filmen. Nee, ja, dat doen we zo meteen dan. Oké, okay, ik zie het aardig komen dan, denk ik. Je kan er op zich in, Ordaan, als je wil. Nee, dat doe ik ook. Laat ik de tas zetten? Kom maar, geef maar mij. Alleen, aan het einde van de 39 meter diep. Ja? Jesus Christ, man. Wow. Dat is echt vet. Een cijfer, 10. Nee, er stond alleen geen schietgat. Maar ik kan me niet voorstellen dat het hier ligt, hoor. Nee. Oeh. Kijk, dat lijkt alsof hier een magneet hoort te zitten. Of iets dergelijks. Dit is de geocache wel een magneet. Dit zijn magneetjes. Dus even kijken of het magnetisch is. Oh nee, dit is niet magnetisch. Wow, zijn we weer, jongens. Ja, en dit is natuurlijk echt super geocache weer, hè. We lopen hier in het Mastbos. Het is hartstikke rustig. Ik denk dat het een graad of 5, 6 is. Windstil. En er hangt een soort nevel tussen al die bomen. En als we dan door deze mooie omgeving lopen, komen we ook nog eens allemaal spannende bunkers tegen. Wauw, dit vind ik echt super vet. Je zou zeggen, mannen, dat dit de weg naar de bunker is. Maar je mag hier niet in, dus ik denk dat we een stukje verder moeten lopen. Hé, een soort schommel hier, jongens. Wat is dit? Wens. Zou je een wens mogen doen? Ik wens dat ik een beroemde YouTuber word. Ja, en het blijft gewoon ongelooflijk, hè? Dat hier gewoon in 1939 Belgische militairen in en uit die bunkers zijn gegaan. Wonderlijk. Hier linksaf, mannen, en daar moet dan de volgende bunker staan. Wat is dat voor verdedigingswerk, joh? Wow, dat is vet. Wow, dat lijkt echt helemaal wit. Zo, hé. Hey. Ik weet niet, kunnen we er niet omheen? Nee, daar hebben we al gekeken. Nou, ik denk dat je er niet in kan, hoor, mannen. Zo, hé. Hey.
En ook hier bij dit verdedigingswerk ligt weer een geocache. We moeten een klein beetje voorzichtig zijn vanwege de muggels, maar ik heb hem al gespot. Check. Wat deed je? Dit zou een hele mooie plek zijn. En check, we hebben de volgende te pakken. De volgende bunker en de volgende cache ligt hier een meter of 15 vandaan. Ik zie hem. Daar, kijk of die op OV hè. We zijn nu bijna bij de zesde bunker en de zesde geocache dus ook. Deze ronde heeft er een stuk of 12 en het wordt nu stilaan einde van de middag. Dus we gaan deze nog doen, de zesde. En de volgende, de zevende. En we gaan vast een andere keer terugkomen om de rest van die bunkers hier te zoeken. Wilmer. En we hebben hem gespot weer. Ja, hebben ze jongens.